Hallo allemaal, wegens technische redenen spreek ik de komende weken de video's in. Walvis laat duiker niet gaan tot ze doorheeft waarom. Walvissen zijn absoluut geweldige wezens, alleen al hun omvang maakt ze bijzonder. Vele mensen gaan dagelijks aan boord van schepen om walvissen te spotten. Maar wat zou je doen als je midden op de oceaan was en door een walvis werd benaderd? Wat zou je doen als deze je niet alleen laat? Dit is iets waar zeebioloog Nan Houser iets van weet. Bekijk deze video en ontdek waarom de walvis haar niet met rust liet. Nan Houser is een zeebioloog die een groot deel van haar leven heeft besteed aan het monitoren en onderzoeken van het oceaanleven. Ze richtte zich specifiek op walvissen en dolfijnen. Deze wezens waren haar hele leven een passie geweest en 28 jaar lang nam ze deel aan een aantal riskante waterexpedities. Ze was ook op talloze duiken geweest in de Bahama's en de Cookeilanden. Het is haar missie om van de territoriale wateren in de Stille Zuidzee een veilige haven voor walvissen te maken. De meeste duiken waren rustig, totdat ze op een dag iets alarmerends en zeer ongewoons ervoer. Nan is een van de toonaangevende walvisexperts ter wereld. Ze is talloze keren voor haar werk te zien geweest op Discovery Channel, Animal Planet en National Geographic. Nan woont op Rarotonga, de grootste van de Cookeilanden. Daar besteedt ze het grootste deel van haar tijd aan het bestuderen van het oceaanleven. De Cookeilanden bestaan uit 15 kleine eilanden. De wateren rond de eilanden zijn de thuisbasis van 21 soorten dolfijnen en walvissen. Er zwemmen ook 16 soorten haaien in het water, samen met ongeveer 600 vissoorten. Dit gaf Nan veel te bestuderen. Op een typische dag ankert Nan de speedboot en duikt ze in het water om daar te verkennen. Nan was in het water toen ze merkte dat er iets heel groot recht op haar afkwam. Het wezen naderde zo snel dat ze niet veel tijd had om na te denken. Toen het dichterbij kwam, besefte ze dat het een enorme bultrug was. Deze walvissen kunnen 18 meter lang worden en tot wel 40 ton wegen. Nan schatte dat de walvis die naar haar toe zwom bijna 25 ton moest wegen. Ze had geen idee waarom het wezen naar haar toe zwom en ze kon niets anders doen dan in paniek raken. Hoewel Nan gewend is om met veel zeedieren te zwemmen tijdens haar studie, is ze dit specifieke type walvis nog nooit tegengekomen. Ze had het onderwaterleven al wel lang genoeg bestudeerd om te weten dat het geen goed idee is om wezens in het water tegen te werken. Vooral grote wezens, waar je geen ervaring mee hebt. Ze was niet echt bang voor de walvis en ze zorgde ervoor dat ze ook niet in paniek raakte. Het laatste wat ze wilde was aangevallen te worden door zo'n enorm wezen. Nan slaagde erin een tijdje kalm te blijven, maar toen de walvis naar de oppervlakte kwam voor lucht, kwam hij veel dichter bij Nan. Ze wist niet zeker wat deze walvis met haar wilde. Nan deed wat ze kon om te voorkomen dat ze contact maakte met de walvis. Ze wilde er niet mee omgaan uit angst dat het beest agressief zou worden. Ze was alleen uitgerust met haar snorkel en haar camera toen de walvis zich vreemd bleef gedragen. In plaats van recht langs haar te zwemmen ging de walvis haar tegemoet en hij stopte niet. Hij bleef naar haar toe bewegen tot ze op zijn hoofd zat. Ze kon niet ontdekken wat de walvis aan het doen was. Waarom wilde hij haar op zijn hoofd houden? Nan probeerde kalm te blijven, hoewel het gedrag van de walvis haar erg bang maakte. Nan was een ervaren zeebioloog en ze heeft de belangen van de dieren altijd in gedachten wanneer ze deze bestudeert. In de oceaan zorgt ze ervoor dat ze de walvissen die ze bestudeert niet aanraakt, tenzij ze ziek zijn of aan land gestrand zijn. Ze schrijft vaak regels en voorschriften over het lastigvallen van walvissen. Ze wil niet dat mensen de walvissen in de oceaan lastigvallen, maar deze walvis viel haar juist lastig. Ze vond het nogal ironisch dat deze walvis deed wat ze mensen leert om niet te doen. Naarmate de ontmoeting voortduurde, begon Nan te vrezen voor haar leven. Toen hij haar vervolgens onder zijn vin stopte, wist ze dat er niet veel was dat ze kon doen, behalve vasthouden. Hij tilde haar onder zijn vinnen naar de oppervlakte. Nan is de leider van het Center for Sea to Sea in Research and Conservation. En ze is meestal niet bang voor het leven in de zee, ook niet van deze omvang. De ontmoeting duurde ongeveer 10 minuten, maar voor Nan voelde het aan als uren.
Ze voelde zich hulpeloos en besefte dat de walvis haar kon doden. Als ze probeerde weg te komen, was ze bang dat hij haar te hard zou rammen of haar met zijn vinnen zou slaan. Ze wist dat zoiets haar botten zou kunnen breken of inwendig letsel kon veroorzaken. Ze wist dat als hij haar onder zijn borstvin zou houden, ze zou verdrinken. De walvis bleef haar achtervolgen en duwde haar rond met zijn mond. Nan zei later dat het een van de engste dingen was die ze ooit in het water had meegemaakt. Nan wist dat ze kalm moest blijven. Als ze enige vorm van angst vertoonde, wist ze dat de walvis het zou oppikken, wat gevaarlijk voor haar kon zijn. Ze was er trots op dat ze een nauwe band had met de wezens die ze bestudeerde, maar ze was erg geïntimideerd door de walvis en zijn gedrag. Ze probeerde het hoofd helder te houden, zodat ze erachter kon komen hoe ze zichzelf veilig uit de situatie kon krijgen. Ze maakte zich echter nog steeds zorgen dat haar ontmoeting met deze walvis dodelijk kon zijn. Nan was die dag niet alleen in het water. Haar team was er ook, maar ze wisten dat ze niets konden doen om Nan te redden van de enorme walvis. Ze waren net zo hulpeloos als Nan. De cameraman die dag met Nan in het water was nieuw in het filmen van zeedieren en realiseerde niet dat het gedrag van de walvis vreemd was. De bemanning realiseerde zich wel hoe serieus de zaak was en ze stopte met het gebruiken van de luchtfotodrone die ze hadden gebruikt om opnames te maken. Ze maakte zich zorgen om Nan en wilde haar dood niet filmen. Nan was echter nog niet klaar om op te geven. Ze probeerde oogcontact te houden met de walvis als een manier om een band met hem te krijgen. Ze dacht dat als ze zich zouden hechten, hij haar geen pijn zou doen. Hij bleef haar van haar onderzoeksschip wegduwen, waardoor haar kansen om het incident te overleven afnamen. Ze was zo druk bezig zich op de walvis te concentreren dat ze zich niet realiseerde dat er in de buurt iets gevaarlijkers op de loer lag. Nan begon nu wel veel pijn te voelen. Ze werd gekneusd door de agressieve duwtjes van de walvis. De walvis haalde naar haar uit toen ze een andere walvis op zich af zag komen. Deze walvis gedroeg zich ook vreemd. Het sloeg met zijn staart op het wateroppervlak en ze kon niet achterhalen wat er aan de hand was. Al snel zag ze een andere schaduw omhoog komen in het water. Ze dacht dat het een derde walvis was, maar besefte al snel dat dat niet zo was. Bultruggen staan bekend om hun migratie naar de wateren van de Stille Zuidzee om daar hun nakomelingen op te voeden tijdens de wintermaanden. Ze reizen vaak in groepen om hun baby's te beschermen. Nan wist dit, dus ze vond het niet ongebruikelijk dat er een andere walvis in de buurt was. Er was een tijd dat deze walvissen bijna uitgestorven waren, maar dankzij nieuwe wetten zijn hun aantallen langzaam gegroeid. Nan werd overweldigd door de walvissen die haar omringden. Ze probeerde afstand te nemen tussen zichzelf en de walvissen, zodat ze zich in veiligheid kon brengen. Ze kreeg uiteindelijk een beetje ruimte, zodat ze kon zien wat er aan de hand was. Ze zag hoe het derde wezen zijn staartvin van links naar rechts bewoog. Walvissen bewegen hun staartvinnen alleen op en neer. Nan kende het wezen dat haar kant op kwam en het was een wezen dat ze niet wilde ontmoeten. Toen Nan zich realiseerde dat het een tijgerhaai was die op haar afkwam, verstijfde ze. Ze wist dat het te laat was om te ontsnappen aan de haai en het feit dat het recht op haar afkwam was verschrikkelijk. Ze was ervan overtuigd dat ze nooit levend uit het water zou komen. Tijgerhaaien zijn dodelijke roofdieren. Ze kunnen tot wel 8 meter lang worden en bijna een ton wegen. Ze staan ook bekend om het aanvallen van mensen. In tegenstelling tot grote witte haaien die hun prooien na een tijdje verlaten, zijn tijgerhaaien meedogenloos en geven ze niet op. Toen Nan de tijgerhaai zag, maakte ze zich geen zorgen meer over de walvissen. Ze wist dat ze een doelwit was en moest snel uit het water zien te komen. Het enige dat ze kon doen was naar de boot zwemmen en hopen dat ze daar aankwam voordat de tijgerhaai haar bereikte. Zij en haar cameraman begonnen zo snel als ze konden naar de onderzoeksboot te zwemmen. Gelukkig bereikten Nan en de cameraman de boot veilig. Ze lagen op de bodem van de boot, gekneusd en gehavend, en realiseerden zich toen eindelijk wat de walvissen aan het doen waren. Nan besefte dat de walvis haar geen pijn probeerde te doen, het probeerde haar juist te beschermen. Bultruggen jagen meestal niet op andere dieren, omdat ze alleseters zijn.
Ze staan erom bekend andere soorten walvissen, dolfijnen en zeehonden te beschermen tegen gevaar. Ze had nooit verwacht dat een bultrug ooit zou ingrijpen om een mens te helpen. Toen Nan veilig aan wal was, bracht ze de beelden van die dag tevoorschijn. Toen realiseerde ze zich dat de walvis niet agressief tegen haar was geweest. Ze gelooft dat de walvis haar probeerde te waarschuwen dat er een haai in de buurt was, zodat ze kon ontsnappen. Ze zegt dat zelfs als de haai niet van plan was haar aan te vallen, de walvis er zeker van wilde zijn dat ze veilig was. Kort nadat Nan en haar team weer allemaal op de boot zaten, begonnen ze richting de kust te varen. Toen ze vertrokken zag Nan de walvis die haar beschermde. Hij kwam uit het water en besproeide ze met water uit zijn blaasgat. Nan zegt dat het de manier was waarop de walvis afscheid nam en ervoor zorgde dat het goed met ze ging voordat ze vertrokken. Nan zegt dat ze in haar leven nog nooit zoiets ongelooflijks en angstaanjagends heeft meegemaakt. Deze walvis liet haar niet los. Nu weet ze waarom. Ze zal de walvis voor altijd dankbaar zijn. Dit was dan onze video over Nan Houser, een zeebioloog die in open zee werd beschermd door een bultrugwalvis tegen een tijgerhaai. Wat vond jij van dit verhaal? Hoe zou jij reageren als dit jou zou overkomen? Laat je mening en antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra we weer een nieuwe top 10 video uploaden.